Voor de Confederatie voor Organisatie van Landsdienaren Col en haar lidbonden is het niet belangrijk hoeveel procent loonsverhoging de ambtenaren ontvangen. Volgens Col-voorzitter Hugo Blanker is het belangrijk dat de gepensioneerde landsdienaren en ambtenaren bij het ontvangen van hun maandelijkse inkomen in staat zijn in hun levensbehoeften te voorzien. En als je nou 1000% geeft of nul, van belang is dat de mensen het zelf moeten kunnen onderhouden. In principe gaat de Col dus altijd voor de nul optie. Dat wil zeggen, nul is aan iets verbonden. Nul ten opzichte van de levensstandaard van begin 2016. Dat hebben we al ingeleverd. Want eigenlijk zouden we vooruit moeten gaan steeds. Maar we houden rekening met wat in het land gebeurt. En dan zeggen we van luister, laat dat stukje. Laten we zorgen dat we op het moment van 2016, ja, eind 2015, eiken. Op grond daarvan is men naar verkiezing gegaan. Ja. Laat dat moment eiken en zorg dat de levensstandaard daarop is. Dus u gaat ons geen hoera horen schreeuwen wanneer er 1% of 1000% is bijgegeven. En bovendien, wie gaat erop vooruit? Wij als Col zeggen, ontkoppeling van het salarissen van de ambtenaren en van de personen van het college van staat. We blijken gelijk te krijgen, maar niemand luistert naar u. Ik bedoel, wat de CLO wil doen is haar zaak. Ik heb wel de indruk dat dat niet in het belang is van de ambtenaren. Onze nieuwsdienst sprak met Blanken naar aanleiding van de loonsverhoging die de CLO heeft onderhandeld. De Col-voorzitter heeft geen moeite mee dat de regering en DNA-leden goed betaald worden. Alleen moet de vakbeweging niet daarvoor misbruikt worden. Blanker brengt in herinnering dat de Col in 2009 is opgestaan met in de leden douanebond om zich te verzetten tegen de manier waarop viso zou worden uitgevoerd. De politiebond, de bond van leraren, brandweer denk ik en misschien dat ik één of twee ben vergeten, vals, BVL, die hebben allemaal getekend met uitzondering van de douanebond voor viso. En wat zie je vandaag de dag gebeuren? De regering die brengt verdeeldheid in de geledingen en die begint bepaalde groepen uit viso te halen. De douanebond erin latend. De douanebond Tori in viso is nog niet geregeld. Toch? Dus je vraagt je af waar wil men naartoe? We hebben het moeilijk in dit land, maar wordt het niet moeilijker gemaakt? Ik maak die lijn direct hier naartoe met de douanebond waar ik ben. Het is toch ondenkbaar, onkan, dat er een akkoord is, dat je moet managen. Niet eens een kwestie van de regering, moet managen. En dat daar Chenaloy met de achterban de douanebond, overgenomen door dit bestuur, dat ze een papieren hebben, overeenkomsten, hoe je moet muteren. Ook als het een bakovenwinkel, even wat toilet. Je meldt hem aan de groep, die zomaar. Hugo Blanker, voorzitter van de Col, waar de douanebond ook bij is aangesloten. Hij wijst er wederom op dat de prijzen in de winkel geen moment zijn gedaald, terwijl bijvoorbeeld de eurokoers al enige maanden omlaag gaat. Dit is volgens hem killing voor de samenleving.